kun je hem gewoon wakker maken. Ja. Dan praten we over. We weten dan nog heel prima, even goede vrienden. Maar nu voelt het wel voor je denk ik voor aan het verzwijgen bent voor me. Ja, nee. Dat vind ik niet tof. Nee, dat snap ik. En dat is ook niet mijn bewuste intentie erachter om het voor jou te verzwijgen. Dat zeker niet. Maar dat is meer dat ik het hier niet... Kijk, dat ik af en toe een sigaretje rook, daaraan toe. Ja. Maar ik wil gewoon niet meer dat ik elke dag volop aan het paffen ben. Ja. En dat is de hele tijd mijn dingetje geweest. En ja, dat ik af en toe een sigaretje rook. Tuurlijk, het is niet ver geweest dat ik niet naar jou toe ben gekomen. Dat zeker niet. En ik wil ook niet dat het zo lijkt alsof ik het achter jouw rug om doe. Want dat is gewoon niet tof. Nee. En ik wil ook niet dat het zo overkomt. Dus dat wil dat nu zo op mij overkomt. Ja. Als ik geen ander hoor van, oh, je hebt toch zitten paffen. Ja, nee, snap ik. We hebben een gesprek gehoord over roken en dan zeg je het ook niet. Nee. Nee, snap ik dat het dan zo overkomt. Oké. Okay. Nee, als ik er voortaan nog een keer over denk om het te doen, dan zal ik gaan naar je toe komen. Ja, dat heeft geen zin meer, toch? Nou, je hebt nu al 5-6 keer gedaan. Ik heb gezegd, bij de eerste keer kom je naar me toe. Ja. Ja, is zo. Is zo. Dus ik kan me dan niet wijsmaken dat als we het al een paar keer over gehad hebben van Adenne rook niet in dat en je gaat het toch doen, dan ben je het aan het verzwijgen. Ja. Dan ben je gewoon tegen mijn gezicht aan het liegen. Of zie ik het dan verkeerd? Nee, aan de ene kant zie je het niet verkeerd, maar het is niet van mijn bewuste intentie geweest om het voor jou te verzwijgen. Het is meer, ik wil het hier niet ter sprake laten komen dat ik vol rook. Ja. Want dat doe ik niet.